kwantum, kwantum is de natuurkunde van de hele kleine deeltjes, de wetten van de natuurkunde op het moment dat we echt heel klein gaan. En ook voor jullie. Dank jullie allemaal. Dit was de eerste lezing. Dankjewel. Super om te horen. Snap ik het al? Nou, nog niet. Maar we hebben nog 3 lezingen te gaan. Dus dat kan nog komen. Blijf gezellig even hangen. Pak een kop soep. En wellicht vind je het leuk om even langs de posters te lopen in de wijk. Altijd leuk om iets meer van kwantum te weten dan niks. Ja, dat is een superleuk idee om dat gewoon aan de gewone mensen uit te leggen en met die soep erbij. Nee, heel leuk. Ik heb heel veel college gegeven over kwantummechanica, maar nog nooit op een zeepkist. En ik claim iets. Het is wel een beetje interessant, het is wel iets met elektrisch. Dus ik kwam toch even hier naartoe en even luisteren. Want ik wil straks wetenschapper worden en ingenieur, dus ik moet wel dit allemaal weten. Ik denk bij kwantum aan atomen die in zo'n verschillende deeltjes zitten, met golven ze allemaal op verschillende plekken zijn. Daar wil ik het nog een beetje verder achterhalen. Misschien kennen jullie dit hier, dit zijn polarisatoren, vele zonnebrillen, die werken ook op deze manier. Omdat de Ja, er is een heleboel te doen in kwantum. We zitten echt in een tweede kwantumrevolutie, waarin we niet alleen maar in de echte fundamentele natuurkunde zitten, maar ook bezig zijn met het ontwikkelen van technologie. En dat gaat eigenlijk iedereen aan. Dus dit is eigenlijk uniek dat we voor het eerst met zo'n grote groep burgers in een wijk over kwantum praten en dat vind ik echt fantastisch. Ik vind het goed als de wetenschap vaker de buurt in wordt gebracht, want ik denk dat als dit alleen voor op de universiteit was georganiseerd, ik minder snel was gekomen. Het zijn ook andere technologieën die we hebben kunnen ontwikkelen door onze kennis van kwantummechanica, bijvoorbeeld MRI-scanners. Dus als je in een MRI-scanner ligt, dan komt het heel goed.